Coaching is scheppend gericht. Je stelt doelen, je, je gaat acties voeren om iets te bereiken, enzovoort. En uh, de meeste opleidingen in coaching gebruiken het GROW-model. Dat is een acroniem, G-R-O-W. Goal-oriented. Dat, dat is positief. Met ontwikkelingsgericht coachen gaat echter ook belangstelling hebben voor je levensverhaal, je identiteit. kijken ook naar het verleden. En dat wil niet zeggen dat wij therapeutisch worden. Het is niet omdat je bezig bent met iemand zijn verleden, met zijn levensverhaal, met zijn waarden, zijn overtuigingen, zijn geworstel, dat je therapeutisch begint te worden. Want de grootste oefening is in hoe dat we bezig zijn met identiteit en met ons levensverhaal. En toegegeven, veel cliënten, die hebben hun levensverhaal geproblematiseerd. Ze hebben verkeerd keuzes gemaakt, ze hebben nog een rugzakje vanuit het verleden, ze hebben hun trauma's, Pijn, vanuit het opvoeding enzovoort. Dat is begrijpbaar. Dat is oké. Okay. Maar wat de ontwikkelingsgerichte coach doet, is dat deproblematiseren. En eigenlijk je uitnodigen om daar gewoon naar te kijken als de bouwstenen van je identiteit. Want als kind heb je eigenlijk al keuzes gemaakt, onbewust. Heb je al een, is, is je identiteit zich al ontvouwd. En als volwassen, als je daar aan terugkijkt, kun je dat ontvangen. Kun je zeggen: van met alles erop en eraan. Dank u, dat, is, dat ben ik, dat was ik, ik ben het al. Hm? En zo kun je bewust worden van, van welke bouwstenen dat je hebt en wie dat je wilt zijn. En als je daar helderheid in hebt, dan kun je kijken naar groter gehelen. Wat is mijn verbinding met grotere gehelen? En dan vanuit je identiteit daar zingevend mee bezig zijn, daar je missie van maken, om jezelf te geven aan iets dat groter is dan jezelf. Het ontwikkelingsgericht coachen gaat een grote stap verder. Dan de klassieke coachopleidingen met dat doelgerichte Het projectmatig doel is een concretisering van ontwikkeling. Dat is oké okay in een context. Maar het eigenlijke werk is wie je wil zijn in die projecten en wat je te doen hebt in de wereld. Vandaar dat ik eerlijk gezegd niet zo goed kan begrijpen dat veel coaches, coachopleidingen zich, zich zo baseren op dat grow-model. Er is toch iets veel breder en groters aan de gang. En, en mensen weten dat. En er is ook dus een andere coach-methodiek nodig, en daarom dat vormmodel. model Dat kun je verkennen.